Ik ben net wakker geworden en wakker gemaakt ook een beetje. Ik had namelijk totaal niet afgesproken met ons papa of mama hoe laat we vandaag zouden aanrijden om naar het testcentrum te gaan. Ik had in mijn hoofd een uur of 11. We rijden er namelijk een half uurtje op, dus 20 minuten tot een half uur. Dus ik dacht een half uur van tevoren is goed. Ontbijt is net gebracht. Dus ik ga lekker ontbijten en lekker chillen nog even. Ik kan toch niet heel veel verder. Ik kan me nu wel gaan maken. Het is 10:30, maar wat moet ik er voor een uur gaan doen? Ja, hier op mijn kamer zitten. Dus hè? Ik kan net zo goed lekker gewoon op een dode mag doen en al hier vanzelf. Dus komt goed. Ik zal even het raam weg doen, want het werkt natuurlijk echt niet. Oké. Ik ben ondertussen thuis. Het is 12 uur of zo. Hoe laat is het precies? Ja, het is 12 uur. Ik wilde jullie nog een verhaal vertellen van vanmorgen. Ik heb namelijk altijd, geen idee, vraag niet waarom, maar ik heb altijd siroop op mijn kamer staan voor Ranja. En ik werd vanmorgen wakker en mijn neus was super droog en mijn keel was super droog. Of mijn mond was droog, niet mijn keel, maar mijn mond en mijn neus. En toen dacht ik, hè, maar hoe dan? Waarom dan, zeg maar? Alsof je met je mond open hebt geslapen. Zo voelde het aan, zeg maar. Dus het was niet schraal of zo, nee, het was gewoon droog. Dus ik dacht, ik ruik nog helemaal niks. Dus ik vervolgens alles wat maar geur kon hebben, proberen te ruiken. Helemaal niks. Toen dacht ik, hé, ik heb siroop op mijn kamer. Laat ik even sterke ranja maken. En dat ik natuurlijk die ranja proef, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Want waarschijnlijk was ik gewoon mijn eigen brein aan het mindfucken. Dus dat was ook in daadwerkelijk het geval. Ranja proef ik gewoon. Ik heb een boterham van vanmorgen geproefd. Ik heb een thee gewoon geproefd. Dus er is helemaal niks aan de hand. Maar mijn brein denkt, oh Jacinde, je hebt mogelijk corona. Laat ik dan meteen alle symptomen even aan je geven. Of laten geven. Het zijn een beetje van die nep-symptomen, zeg maar dan. Dus dat als je denkt dat je ziek wordt, dat je dan ook ziekerig voelt, zeg maar. Ziekerig? Grieperig. Dus ja, dat was een beetje het geval. Ik heb dus net mijn test gedaan. Het ging allemaal super goed. Niks bijzonders eigenlijk. En nu ga ik hier op mijn kamer chillen totdat ik de uitslag heb. En aan de ene kant hoop ik dat ik positief ben. Want dan ben ik tenminste voor een half jaar klaar met alle testen voor toegang. En weet ik het tot allemaal. En dan kan ik het beter op deze manier hebben dan helemaal niet, zeg maar. En aan de andere kant hoop ik ook gewoon dat ik het niet heb. Dus ja. Weet je, natuurlijke antistoffen verkrijgen is altijd beter. Dus als ik het krijg, kan ik het beter op deze manier krijgen dan via een vaccinatie, ben ik persoonlijk. Maar ja, ieder zijn eigen ding. En ik ga er ook verder helemaal niet over judgen. En ik heb ook totaal geen zin om überhaupt meer over die hele discussie te hebben eigenlijk. Dus ik ga even mijn dingen erbij pakken, even chillen en we zullen wel zien wat er vandaag op de planning staat. Maar in ieder geval niet heel veel verder dan deze kamer. Waarschijnlijk komen er later lekkere broodjes aan. Mama ging broodjes halen. Dus we zullen zien hoe en wat. Wachten is altijd het vervelendst van allemaal. Zoals je ziet is het donker. Ik heb net heel veel gegeten. Ze hadden frietjes erin gegooid. En die heb ik meegegeven. Of frietjes. Er zat een snackstrijk ingegooid. Daar heb ik een tweede lading net ook van ingegooid. Ik ben namelijk nu home alone. Heb nog steeds mijn uitslag niet. Ben ondertussen dus maar aan het editen gegaan. Ben eigenlijk veel te moe om te editen. Wil eigenlijk gewoon slapen. Maar doen we niet. We gaan gewoon even volhouden. Ik moet sowieso deze video even online zetten. Dan heb ik er twee online deze vandaag. Ik weet het allemaal niet. Ik heb op het werk nu ook al aangegeven. Ik weet dat het eigenlijk niet mocht. Omdat het... Oké, raar iets. Ik mocht niet laten weten aan de mensen om me heen. Met wie ik de afgelopen dagen contact ben geweest. Dat ik een positieve zelftest had. Zei de GGD. Want die was best wel snel foutief. En dat zou onrust kunnen zaaien. Kortom, ik mocht nog niks zeggen totdat ik de uitslag had van mijn GGD-test. Die heb ik nog niet. Maar ik wilde niet morgen last minute op het werk zeggen. Yo, ik ben er niet, want ik heb mijn testuitslag niet. Dus
Ja. En als nou testen voor toegang was geweest, dan was het nog minder erg geweest. Maar dat is het ook niet. Het is gewoon... GGD. Dus, ja. Ik ben nu elke keer de pagina aan het refreshen. En hopelijk krijg ik snel antwoord. En is alles prima. En ben ik gewoon negatief. Als ik positief ben, vind ik dat ook prima eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Dat boeit me allemaal nou ook allemaal niet meer eigenlijk. Dus ik ben ondertussen heel even aan het inloggen. Dus... We gaan heel even kijken of we ondertussen al een update hebben. Nee, nog steeds geen uitslag bekend. Ja. Hier zit ik dan, op mijn kamer. Ja. Ik ga even wachten tot deze video geëxporteerd is. Dan ga ik hem online zetten. Dan heb ik twee video's vandaag online. Ik wilde eigenlijk meer editen, maar ik voel het gewoon vandaag heel even niet ofzo. En, ik denk omdat ik ook gewoon een beetje mezelf aan het druk maken ben over dat ik misschien wel corona heb. En dat ik hier dus in die kamer zit voor de rest van de week. En dat ze dan moet oplossen op het werk. En moet ik niet doen. Ik moet niet problemen die anderen kunnen oplossen, zelf willen oplossen. Dat is nu het hele punt. Ik schrok. dat doe ik continu. Dus daarom. Ik voel me dus vervelend en... geïrriteerd om het feit dat ik nu geen uitslag heb. Daar kan ik dus al mijn energie in gaan stoppen. In die irritatie, zeg maar. Omdat ik gewoon duidelijkheid wil geven aan het werk. En als ik dat niet kan, dan word ik daar een beetje geïrriteerd van. Ik heb het nou gewoon niet in de hand, zeg maar. Dus, en ik wil niet degene zijn die last minute zegt, joh, ik kom toch niet. Maar aan de andere kant wil ik wel gewoon werken, want anders moeten ze vervanging voor mij gaan regelen. En dan moet het allemaal weer moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maakt iemand hier zich af en toe ook gewoon druk om helemaal geen fluit? Want eigenlijk is dit gewoon niks om je druk over te maken en toch doe ik het. Maar ja, dit is mijn brein op dit moment. En ik heb er een beetje niet klaar nu. Oké, ik ga... even mijn brein ergens anders opzetten. En ik zie je straks. De video staat online en ik ga lekker slapen. Was niet alleen mijn idee. Ook die van mijn armband. Als je me al langer volgt, weet je dat ik al een paar maanden lang bezig ben met een armband. Voor een onderzoek. Kijk even wat mijn armband me heeft gestuurd. Er staat letterlijk. Ik weet niet of het in het spiegelbeeld is. Daarom. Het is bedtijd. Nieuw Eva armband om. Het is freaking 8:30. Daarbij vind ik het wel prima om nou te gaan slapen eigenlijk als ik heel erg ben. Maar hoezo? Ja, oké. Ik ga slapen. Ik ga proberen te slapen. Ik weet niet of het lukt, maar ik ga proberen te slapen. Er staat eventueel werken morgen op de planning. Ligt er een beetje aan of ik op tijd uitslag heb. Ik heb nog steeds uitslag niet, namelijk. En ja, dan zullen we zien. Ik mag morgen om 9:30 beginnen, dus dat scheelt in ieder geval. Ik stond ook om 9:30 ingepland. Dus ik ga ervan uit dat ik eigenlijk voor die tijd wel de uitslag heb. Maar we zullen zien. Geen idee. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Ja, we zullen zien. Ik kan alleen maar het beste hopen. Nou, ik ga in ieder geval slapen. En ik wens jullie een hele fijne en leuke dag voor de boeg. En hopelijk zie ik jou morgen bij een goed nieuwe vlog. Op dit kanaal. Om geen enkele speciale tijd. Want waarschijnlijk ben ik nog steeds niet bij. Dus ja, ik doe mijn best. Oké, mensen. Ik doe mijn best. Het lukt niet altijd. Daarom. Dus doe alsnog heel veel een blauw duimpje omhoog. Als je mij beter wilt hebben vanaf morgen. Druk even de rode knop beneden om te abonneren. En druk even het belletje, want ik geef vermitten als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een goed nieuwe vlog. Doeg. Hopelijk is morgen mijn laatste quarantaine vlog. But you never know. You never know.